Nou, sterker nog, ik heb er eentje klaargezet. Bert Kuiper, mag ik hem uitnodigen, is een van de SeniorWeb bezoekers. Okay. Gerard en Bert kennen elkaar heel goed, toch? Ja, zeker. Niet zo verbaasd kijken. Ja, wat is goed, hè? Hoe kennen jullie elkaar via SeniorWeb? Nou, het is eigenlijk thuis begonnen. Als lid van SeniorWeb heb ik gevraagd van, nou, kan er iemand langskomen om eens te helpen met een aantal problemen? En toen kwam Gerard. Oké, dat is interessant. Dus de volgorde was in dit geval lid geworden van SeniorWeb. Ja. Toen inderdaad voor thuis ondersteuning gevraagd. Ja, en van een komt het ander. Ja, en toen hoorde ik dat dit allemaal was. Toen heb ik gezegd van, nou, dat lijkt me wel aardig. Kijk, ik ben zo'n computergebruiker die heel redelijk op de hoogte is met bepaalde onderdelen van het computerwerk. Hè. Dus mailen. Ja, en technische dingen. Ja, dat wel. Maar ik moest over naar Windows 10. Ja, dat weet ik nog. Ja, dat moest ik ook. Nou, en toen heb ik gezegd, nadat Gerard een paar keer bij me is geweest, laat ik nou eens gewoon bij de nulles beginnen. En ik vond om de vlekken in te vullen ook. Ja, zeg maar alles wat er tussenin zit. Ja, en daar moet je je dus niet te goed voor voelen om zo'n cursus te doen. Want sommige mensen hebben natuurlijk zo'n ego, die denken, ja, dat ga ik niet doen. Ja, ik weet al zoveel. Ja, maar ik vond dat buitengewoon plezierig. Zeg maar, er waren dus ook onderdelen bij waar je dan bedreven in bent. Maar ik heb een heel aantal dingen geleerd van de mogelijkheden bij Windows 10 die ik niet kende, waar ik vreselijk veel plezier van heb. Mm-hmm. Ja, en ik vond de cursus zelf ook heel aangenaam. Zeg maar, divers gezelschap. Maar wat ik ook heel aardig vond altijd, is als je een les had gehad en de week daarop, dan werd altijd de vraag gesteld van, hebben jullie nog eens gekeken? Heb je nog problemen? Goeie docent. En oude stempels. Ja, eventjes terugkomen op wat die week daarvoor aan de orde is geweest en dan weer een paar stappen vooruitgezet. Ja. Het is ook wel veel herhaling en doen. Ja. Ja. Dat heb ik al als iets mij uitgelegd op de computer van nou, tjok, tjok, tjok. Denk je, oh ja, tjok, tjok, tjok. En dan later dat was iets met tjak, tjak, tjak. Maar precies, daar kijken we altijd vooruit, dat we dat de mensen het kunnen volgen. Ja, en wat zo even al werd gezegd, zeg maar, de mensen die mee aanwezig zijn, die een beetje over je schouder kijken. Ja. Die zorgen er dan voor dat als je op de verkeerde knoppen drukt of als er even wat verkeerd gaat. Ja, dat je even een afslag hebt. Dat je even een zetje meekrijgt. Ja. Ja. Nou ja, en dat vond ik al. Ja, dat is wel lekker, want u was al redelijk digivaardig. Maar ik weet dat sommige mensen hebben echt bijna vrees om ook maar iets op te toetsen. Want ze bang dat dan alles weg is of ze hem opnieuw moeten beginnen. Ja, maar mijn vaardigheid was dus beperkt tot die onderdelen. Ja. Nou ja, en ik heb wel eens percentages gehoord van wat mensen gebruiken van wat een computer kan en dat is heel weinig. Ja. Maar ik heb dus veel geleerd over de breedte. Ik heb er veel plezier van. Bijvoorbeeld mijn foto, dat is een puinhoop op mijn computer. Ja. Ja. Dan mag ik daar naartoe inderdaad, vind ik wel leuk. Van, wat was nou de oervraag waarom u dacht, nou, ik wil wel ondersteuning aan huis. Nou, zeg maar, dat had daar mee te maken. Dus zeg maar, ik douwde alles in mijn computer. En ik dacht, dan is het opgeslagen. Ja. En ik zie te zijn de tijd wel een keer. Nou ja, en zeg maar, de prullenbak werd steeds groter. En het gebrek aan overzicht werd dus steeds groter. En toen heb ik gezegd tegen Gerard, nou ja, ook die overgang naar Windows 10. Ik zat nog in Windows 7. Windows 7, ja. Want dan moet je eerst naar 8, geloof ik. Nee. Ik ben in één keer naar Windows 10 gegaan. Ja, ik merk het al. Nou ja, en hoe moet dat? Nou ja, je kon het dan downloaden, maar hoe ga je er dan mee aan de slag? En daar zijn we eerst thuis mee in de weer geweest. Ik geloof dat je 3 keer bent geweest. Dus dan ben je eigenlijk een probleem echt aan het oplossen samen. Ja. Ja. Maar toen kwam die cursus aan de orde en toen heb ik gezegd, jongens, ik begin gewoon bij het begin. En ik heb dat als buitengewoon aangenaam gevonden. Ja, ik ga nu ook naar de vervolgcursus toe en ik vind het super. Oké, dat compliment kan je zat zijn. Dat geldt niet alleen voor jou, maar ook voor de andere vrijwilligers hier buiten beeld zitten overigens. We zullen ook foto's posten en die zullen ook via de senior website te zien zijn. Het zit hier helemaal vol met bezoekers en vrijwilligers. Maar ik kan niet allemaal in beeld. Want muur aan deze kant, maar aan de andere kant. En bent u nou zelf zo digitaal vaardig dat u zegt, ik wil ook wel eens aan de andere kant gaan staan? Of is dat een stap te ver? Zeg maar, die behoefte heb ik op zich niet hoor. Maar ik vind het ontzettend leuk zoals het hier gaat. Je voelt je prettig. En wat ik ook heel plezierig vond is, je hebt toch een verschil in mensen die het wat eerder begrijpen en mensen die het wat later begrijpen. Ja. Dat daar heel soepel mee omgegaan wordt. Ja. En dat er niet een soort van tweedeling ontstaat. Nee, iedereen is waarde. En dat ze daar op een hele goede manier mee omgaan. Ik heb daar veel waardering voor. Wat gaat het echt wel echt alleen om die les of komen is ook echt omdat het gezellig is? Is ook een soort de eerste 2-3 lessen, dan komen ze om les te krijgen. En daarna komen ze ook omdat het gezellig is, toch? Het is ook praktisch. Kijk, in dat lespakket, daar zitten bijvoorbeeld de fietstochten.
En dat wordt dan van het internet gehaald. Ja. En daar ga je foto's bij plakken en teksten bij plakken en opzoeken. En je leert dus ook dingen te doen waar je wat mee kan. Echt, niet alleen maar dat je die computer kunt bedienen. Nee, niet alleen de technische handelingen. Nee. Ja, heel toegepast. Heel toegepast, heel praktisch. En ook met je eigen foto's en foto's van internet. Ja. Het is gewoon een fietstocht. We gaan met WordPad. Echt de standaard programma's die in Windows bekend zijn, die gaan we ook gebruiken. En met Paint werken, dat is eigenlijk een van de eerste lessen. Dan zeg ik van, nou, maak maar eens een mooie plaatje. Daar begint. Dat is ook meer om de vaardigheden, de muisvaardigheden en dat soort dingen. Met de vensters werken, dat soort zaken. En dan gaan we een fietstocht. Ik zeg van, nou, we zijn hier meestal met wat senioren. Ik zeg dan, bij les 12, dan gaan we de fietstocht doen. Ga je echt fietsen? Nee. Dan is echt in zo'n cursus zitten eigenlijk al dat soort praktische dingen. En dat, wat ik net vertelde over die filmpjes en de muziekrippen, dat zijn ook van die praktische dingen waar mensen vragen over hadden. Zeg van, dat zijn leuke dingen om dat toe te passen, waardoor je ook de vaardigheden op de computer kunt ontwikkelen. Ja. Want daar zit eigenlijk de kern. En zeker basiscursus is daar heel sterk op gericht. De mensen vrijmaken op de computer, dat ze niet meer bang zijn voor dat ding. Ja. Ja, want jij zegt steeds computer. Maar waar mijn ouders het meeste problemen mee hebben, is die mobiel. Ja. En dat, heb je daar een cursus voor? Dat doen we niet op de cursus, dat doen wij individueel. Dat komen we voor thuis. We hebben geprobeerd om dat ook klassikaal te doen. Maar er zijn zoveel verschillende mobieltjes. En het is allemaal te klein. En voor onze assistenten is het ook vrij lastig om dan op die mobieltjes wat te doen. Dat doen we liever 1-op-1. Zodat we de mensen ook precies kunnen helpen met hun probleem. Ja. Want het is ook vaak heel individueel. Ieder gebruiker heeft toch weer zijn eigen dingetjes. En alle mobieltjes zijn er weer anders. Ja. Dus ook daar loop je er steeds weer tegenaan. Dus dat doen we thuis. Of ze kunnen natuurlijk op de inloop komen. De inloop kan wel ook bij bevoegd. Uiteraard. Dus de inloop komen ze met vragen. En daar kunnen we ze ook helpen. Ja. Met allerlei dingetjes. WhatsApp. Het is natuurlijk wel zo. Als je een cursus doet voor de computer. Dan word je wat vaardiger. En dan gaat zo'n telefoon ook makkelijker. Dan heb je iets meer besef van hoe. Dat klopt. Dat is ook een stukje ontwikkeling. Wat ik meegenomen heb in, zeg maar, in deel 2 en in deel 3. Dat ik de smartphone erbij pakte. Ik zeg van, nou, we gaan in deel 2. Gaan we met de verkender aan de gang. Of met de contactpersonen aan de gang. Ja. Gaan we die eens kijken van, we zitten die niet op de telefoon en dat soort zaken meer. En de foto's en de filmpjes die op je telefoon staan, we koppelen dat eens aan de computer. En zo ga je die twee met elkaar mixen, want dat is namelijk ook de vraag die ze hebben. Goh, waar heb ik allemaal foto's op mijn telefoon staan? Maar ik wil ze graag op mijn computer hebben. Hoe kan ik dat? En dan ook nog op een plek dat je ze terug kunt vinden. Dat je ze kan bekijken. Daar gaan we dan ook mee aan de gang. Ja, en dat je dus kunt gaan ordenen. Maar wat wij bij ons thuis ook hebben gedaan is een backup maken. Ik bedoel, dat had ik niet. Ik had al tijden terug eens een keer zo'n ding gekocht in de winkel en die lag op het schap. Hoe sluit je dat aan? Hoe doe je dat? Hoe werkt dat? En dan heb je ook een stukje veiligheid. En wat ik ook heel plezierig vond is dat handboek. Dat het hele begrijpelijke stappen zijn. Want het is echt heel mooi film, ook met plaatjes en zo, heel duidelijk inderdaad. En gewoon in de volgorde, dat je het nog eens een keer na kunt lopen, ook als je het in de cursus hebt gehad. Hè, want dat is het, hè. Je komt thuis en wat ik net al zei, dat klik, je bent weer kwijt. En dat is heel fijn om nog eventjes van, dat was het inderdaad. Het is heel stapsgewijs. Backups maken, maar ook ik denk ook iets van security of beveiliging. Dat komt dan vooral in deel 2 aan de orde. Dan gaan we ook daar meer tijd aan besteden. Want natuurlijk, de mensen zijn ook altijd wel bang voor van, wordt er niet gehackt en weet ik veel wat. Al dat soort zaken en cookies en wat moet ik daarmee. Dat doe ik in de basiscursus, doen we daar wel wat aan. Maar dat heeft meer zijn accent in deel 2. Dat is voor de gevorderde. Ja, want anders ga je ze weer bang maken, hè. Nee, ik ga naar de vervolgcursus. Gaat naar de vervolgcursus. Ja, er zit alleen een half jaar tussen, omdat we een tijdje weg zijn. Het leven zit in de weg. En je moet wel van die 12 lessen, je kunt er wel 1 of 2 missen. Maar als je er meer mist, dat is niet goed. Dus ik heb ingetekend voor het voorjaar. Anders is er geen plek meer. Hè, want ik heb mijn aanbetaling reeds gedaan. Ja, van de rente. De plek is verzekerd.
kijk dat. Ja, want nog een laatste vraag voor jou, Gerard. Als je nou kijkt, en jullie doen dat eigenlijk uit naam van SeniorWeb. Heb jij veel steun aan zo'n landelijke organisatie? Wat vind jij daar aan materialen? Of? Ja, ik gebruik inderdaad de materialen die op de website staan. In de ambassade zit ook heel veel literatuur wat ik kan gebruiken. Ook natuurlijk de tips en de nieuwsbrieven. Vooral de nieuwsbrieven haal ik altijd wel, zeker voor de actuele dingetjes, haal ik eruit. Om die ook tijdens de les te gebruiken. En uiteraard zijn er inspiratiedagen of dagen waar trends worden besproken. Dat je ook op de hoogte blijft van wat er zoal aan ontwikkelingen zijn. Dat daar doe ik wel aan mee. Ja, want zo blijf je toch bij. Ja. En natuurlijk alle andere dingen. Maar dat zijn wel de belangrijkste. Ja, want voor jouzelf is het ook belangrijk om weer gevoed te worden. Ja. Ik bedoel, je hebt lange tijd gewerkt, dan ben je dit nu gaan doen. Op een gegeven moment gaat die wereld er buiten door. Volg jij zelf nog weer cursussen ergens? Of? Oh ja. Daar heb ik je tijd voor. Maar jij onderwijst jezelf door... Dat zit in me. Dat heb ik altijd zo gedaan. Dus ik haal alles overal vandaan. En dan, daar komt ook zo'n syllabus dan vandaan. Dus ik probeer alles uit. Ja. En ook de nieuwe dingen. Ja, als je gewoon een aantal nieuwsbrieven volgt, dan blijf je ook op de hoogte van wat er zo al in die wereld gebeurt. Okay, dus dat is echt een soort bron van kennis ook tot hele... Ja, en dan van, wat kan ik daarmee? En hoe kan ik dat weer gebruiken in de cursus? Dat probeer ik wel te doen, ja. Okay. Ja, ik heb als lid van SeniorWeb dat blad Enter. Vind ik ook altijd interessant. Ja, vindt u dat een goed blad? Ja, ik zit altijd wat door te bladeren van, er staat altijd wel iets in waarvan je zegt van, hey. Want dat Enter, dat is een blad dat komt één keer per... Ja, ik geloof één keer per 6 weken of zo, ik weet niet precies. Eén keer per 4 weken, per maand. Ja, ik geef het maar eventjes aan als u het aan wil pakken. Dat is hartstikke leuk om dat even in beeld te laten zien. En dan is iedere maand een onderwerp... Nou, dat is heel divers. Wat in de actualiteit is of vraag is. Ja. Hier zie je Windows 10 natuurlijk, vormgeving van lettertypes, virtueel langs de kust van kunst wandelen. Ja. Ja, kust kan ook. Dan doen we gewoon een zee op zo'n bril. Leuk, dus dat is een goede reden ook om eens na te slaan. Bewaart u ze inderdaad allemaal? Zo'n mooie plank met alle nummers. Zo'n stapel denk ik. Ja, misschien zo'n bibliotheek. Ja, precies. Ja, ga je weer. Hartstikke goed. Ja. Nou, geweldig. Hartstikke leuk dat u erover wilde vertellen. Want het is voor ons ook wel weer leuk als feedback om te horen hoe er vanuit de buitenland. Ik kan iedereen aanraden om zo'n beginnerscursus te volgen. En als je daar inderdaad moeite mee hebt, stap eroverheen. Ja. Want er is gewoon heel veel wat je niet weet. Ja, ook als je er helemaal nog niks van weet. Als jij denkt van ik heb het allemaal onder de knie, dat is gewoon niet waar. Er zijn gaten tussen je kennis. En in zo'n beginningscursus wordt dat opgevuld. En ik heb dat als heel prettig ervaren. Dat is ook wel een ervaring die ik zelf heb als mensen zich inschrijven voor een cursus bij ons. En dan zeg ik, basiscursus moet dat dan wel. Ik zeg, het is wel verstandig. Maar als je dat niet, als je toch wil instappen in deel 2, omdat je vindt dat je dat aan kunt, dan merk je toch tijdens de cursus dat mensen zeggen van waar heeft hij het over? Of, kan dat dan ook? Zeg, dan had je moeten komen bij de basiscursus. En dan zie je ook wel vaak dat mensen gewoon na deel 2 gewoon de basiscursus doen. Want dan zeggen van, ik wil toch die dingetjes die ik gemist heb. En wat ik dan wel hoor in de lessen van deel 2. Zijn dat meer mannen die dat hebben? Uiteraard. Ja. Nee, ik zou niet durven moeten zeggen. Nee, maar gewoon het liefst beginnen met gewoon cursus. Maar als je dat denkt van, dat heb ik onder de knie. En je wil op de vervolgcursus ook prima. Dat maakt dan maar niet uit. Maar de mensen merken zelf al dat ze toch zeggen van, is misschien toch handig om toch die eerste cursus erbij te doen, want al die kreten, dat zegt... Ja.